kwam voor Carlo. Ja. Die is even de hond uitlaten. Maar die... jouw badge ligt wel alvast klaar. Op het tafeltje. En ze had wel gezegd dat ze zou komen. Oké, top. Hi. Hi. Hoe is het? Fotograaf. Dat klopt. Dankjewel. Ja, leuk dat je komen. Ja, Carla is denk ik boven. Kun jij kijken, Kelly? Nee, Carla is de hond uitlaten. Oh, ja, we beginnen wat later. We lopen Iets uit. Ja, het is waarschijnlijk 1:30 dat ik niet de generale begin. Dus hoop niet dat het heel erg is. Voor mij niet. Nee, okay. Wij redden ons kont wel, wat dat betreft. Okay, ja. Dus nee, dat is goed. Ga jij lekker spacen? Ik ga even spullen dumpen boven. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. En in deze video ga ik jullie meenemen, behind the scenes, eigenlijk compleet meenemen bij mijn werk als dansfotograaf. Deze video heb ik eigenlijk een paar jaar eerder willen opnemen, maar het was van de pandemie of zo, ik weet niet of ik het meegekregen heb of niet in ieder geval. We zitten gelukkig weer in de tijd dat de voorstellingen weer door konden gaan en bij deze school mochten we gelukkig ook behind the scenes video opnemen. Dus eindelijk kan ik inderdaad mijn lang gekoesterde droomvideo maken. Of tenminste denk ik vooral meer een droomvideo voor een hoop van jullie. Want ik weet dat er heel veel vragen naar wat geweest is van... ik moet dansfotografie doen. Hoe? Nou, in deze video ga ik jullie meenemen en alles uitleggen en laten zien. Hoi, hoi. Als je even bij komt, ik heb een verrassing voor jullie. Ik moet nog een belofte inlossen namelijk. En dat is? Nou, laat me naar binnen. Ja, wordt gelijk... Heren. Heren. Zoals misschien sommigen van jullie weten... kwam ik bij jullie altijd wat lekkers die had, hè? En volgens mij de laatste voorstelling was inmiddels wel 4 jaar geleden. Ja. Toen werd er gezegd, neem je ook een keer wat lekkers mee? Ja, ja, ja. Nou jongens, bij deze. Belofte maakt schuld bij deze. Ik schoon, hey, dankjewel. In de hoek, geniet er lekker van. Wat leuk. Kom maar. Ik denk, dit is wat ik vandaag jullie nog steeds... Ik had gisteravond even gecheckt, doen de papa's nog steeds mee? Ja, ja, oké. Okay, ja. Dan... gaan we steeds even wat lekkers halen. Morgen hebben we nog een dag. Oh ja, nog een keer. Dat is waar. Nou, ik moet zeggen, ik zal nooit meer het eerste jaar vergeten dat jullie meededen. Dat die meiden van niks wisten. Ja, dat jullie begonnen, dat die hele zaal, de hele pol, of is de hele tribune stond gewoon te trillen op dat moment. Ja, 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 ja. Ik belde nog op die dingen. Ik heb een nieuwe Nou, we zijn net even binnengekomen zo. Het eerste wat ik altijd wil checken is altijd een beetje hoe de routing is in het theater. Dus hoe kun je lopen en wie waar zit. We staan nu in een heerlijk, achteraf niemandsgangetje. Maar het is altijd even kijken, hoe loopt de routing? We zijn even bij de mannen geweest. En even kijken waar de rest allemaal verstopt zit. Iets wat ik altijd doe als ik weer in de zaal kom, is altijd eerst even met space altijd even kijken. Kom altijd gewoon lekker op tijd, dat je even tijd hebt om aan te acclimatiseren, de routing te vinden. Maar ook even een klein beetje te kijken wat je aan objectieven nodig hebt. Ik probeer eerst altijd de generaal even te fotograferen. Dan kan ik gewoon met grote hoeken dichtbij komen. Bij die met de 35 ga ik aan de voorkant niet redden, dan zit ik gewoon te krap. Op de middenrij daar red ik dat wel. Dus als ik straks een 24-70 erop klap, dan moet ik goed komen een paar goede shots te maken met de generalen. En wat is er verder kijken? Goed. Goed. Ja. Ik geloof een 1/2 uur uitlopen en ik zie het wel. Oh, nou ja, ik heb geen idee. Je laat het gewoon over je heen komen. Ik doe gewoon wat me opgedragen wordt. Dat werkt het beste, denk ik. En het mantra. Maandag zitten we gewoon weer allemaal op kantoor. Ja, 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 ja. Gelukkig hebben we de foto's nog. Ja. Nou, mijn moeder doet nu ook mee en mijn zoon. Dus, Drie generaties. Ja, drie generaties. Dus. Hi. Ferry, hi. Hoofdtechniek of? Toneelmeester vandaag. Toneelmeester. Oké, okay, ik had daar het verzoek om straks met de generalen. Ja. De eerste rij en deze tussenrij even vrij te houden. Dan kunnen we het even met foto's maken, gewoon blind heen en weer rennen. Zorgen dat
Kijk, in principe gaan de, ik neem aan dat de dansers niet in de zaal zitten. Met generalen vaak wel. Dan moet Nadine dat straks even sturen. Dan moet zij zorgen dat de eerste en de vijfde rij vrij blijven. Ja. Heb je enig idee wat er aan licht in het plafond hangt aan basis? Of is het gewoon LED en alles bij elkaar? We zien het wel. We hebben in principe alleen LED. Alleen LED. En uit mijn hoofd het meeste staat in 60 hertz. 60 hertz? Denk ik. Oké, okay, en qua witbalans weet je toevallig ons om kleur gefilterd? 56, 32. Of mix je ervan? Mix je ervan. Ik denk dat hij meer op de 32 zit dan 56. Ik denk dat het meer 32 is. Dan, maar ja. Nou, zie je wel, die hele wit weegt nu 56. Ja, dat is meer koud. Nadien, even één overlegje. Ja. Ik heb één uitdagingetje. Oh. Ik moet kiezen tussen of de dansers of de bier op de achtergrond. Dan ga ik toch liever voor de dansers. Nee, de dansers is het belangrijkste. Alleen dan ga je toch wel het rare zweem in de achtergrond krijgen. Maar dat komt gewoon omdat de lampen en de beamer zitten allemaal op verschillende frequentiehertz en dat soort dingen. En ik heb nog een bepaalde snelheid minimaal nodig om de dansers erop te krijgen. Dus dan moet ik ergens een keuze maken. Maar dan ga ik in dit geval met jou goedkeuring voor de dansers. Nee, absoluut. De dansers is iets belangrijks. Oké, top. Een van de meest gestelde vragen die ik altijd krijg met dansfotografie is: wat heb ik nodig aan apparatuur? En eigenlijk met alle apparatuur die ik door de jaren heen gehad heb, heb ik eigenlijk altijd gered. Minimaal apparatuur die ik nodig heb, iets van een 24mm 1.4 of een 35 en een 85mm als je aan de prime kant wil gaan kijken. Maar persoonlijk voor mij het hoofdwerkpaard wat er bestaat, met name als de voorstelling bezig is, is deze. Een 70-200 2.8. En daarnaast nog een grote lens, iets van een 24-70, nu 2.8 mee. Maar voor mij kan het ook heel vaak gewoon een prime lens zijn als een 24 of een 35. Hangt een beetje af van wat je hebt. Dan de instellingen van de camera. En eerlijk gezegd, die zijn ook niet zo heel erg spannend. Heel vaak doe ik dit in manueel in plaats van aperture priority. Om het over het algemeen het licht wel redelijk constant blijft qua intensiteit. Ja, sommige dansen zijn wat donkerder. Maar bij mij is eigenlijk de stelregel: de sluitertijd komt bij mij niet onder een 250ste. Dit zorgt namelijk voor dat ik net voldoende scherpte heb in de foto's, ook bij beweging op het podium. Het hangt een klein beetje af van wat het licht doet, maar ik zit een beetje tussen de 250ste en een 300ste. Waarom de 300ste? Dat heeft te maken dat het meest licht tegenwoordig op 60 hertz zit. Maar ja, er zit ook licht op 50 hertz en je hebt ook nog de oude lichtvormen die ertussen hangen. Dus een ratje toe, dus een absolute uitdaging. Maar tussen die, dan blijf ik aardig goed zitten qua licht. En af en toe zie je dat het licht nog steeds een beetje lopen, ondanks je misschien flikkerreductie aan hebt staan in je camera. Theater ligt momenteel bij een hoop van dit soort middengrote theaters en schouwburgen is gewoon absoluut een uitdaging. Verder, mijn objectieven, vol open, dus meestal 2.8 of 1.4 afhankelijk van wat ik erop zet. En ISO, ergens tussen de 2400 en de 6000 of 12800. Het is net wat er nodig is en wees daar niet te bang in. Zit wat korrel of ruis in, maakt allemaal uit. Het gaat veel meer om het moment dan om de meest schone foto. En als je dan kijkt naar de huidige camera's, naar wat die kunnen presteren op hoge ISO's. Ja, voorheen, ik heb dit nog gedaan met de 5D Mark II. Ja, vanaf ISO 1600 werd het gewoon grof korrel schuurpapier. Maar met de camera's bijvoorbeeld als deze, waar hebben we het nog over? Nou, de voorstelling gaat zo aan het beginnen met de generale en dat betekent voor mij eigenlijk als een gek in de rond te rennen. Dus ik wil altijd de eerste rij, in dit geval rij 5, vrij hebben dat ik gewoon de mooie dichtbij shots en dat soort dingen kan maken. Dus 24-7 erop, vol lopen en gaan en dan ben je sport doen. Dus voor degene die zeggen fotografie is geen sport, let maar even op zometeen.
Ik moet thuis even kijken waar ik mijn riemen gestopt heb aan welke kant. Maar is het nog hier in dit gedeelte dan? Ja, zit er. Een kabeltje. Kijken hoeveel er te zijn. Ik denk heel wat. Dus altijd even doorrammen. Maar gelukkig hebben we tegenwoordig de CF Express kaartjes. Ik kan me al de tijd herinneren met de SD-kaartjes en nog de CF-kaartjes, de oude CF-kaartjes. En nu was ik even blij dat voordat de volgende voorstelling begon, die kaartje leeg was. En soms was in de pauze was heen en weer rennen om snel een ander kaartje te halen. Maar dit ramt de meestal lekker snel doorheen. En ja, je hoort misschien aan me, ik ben een beetje moe. Het was een intensieve anderhalf uur heen en weer rennen. Wat vond jij, Hans? Lekker teruggekomen? Ja, hij schudt alleen maar. Hij kan ook gaan praten. Dan hangt de microfoon bovenop. 3000 foto's. Ja, het lijkt altijd makkelijk dit. Maar het sloopt toch altijd meer dan je denkt. Dus weet je hoeveel dingen je in de gaten moet om je zorgen dat niemand op de rij gaat zitten. Ondertussen liep ik stiekem ook Hans een beetje aan te sturen. Niet dat hij altijd per se nodig hebt, hoor, maar je doet toch altijd gewoon maar. Want je weet niet wat hij aan het doen is en dat, hè. En dan in de rond te rennen, want de ene dans is toch wat minder druk dan de andere. En soms heb je gewoon dansen zonder licht. Daar word je ook altijd heel blij van. Dus in ieder geval vanavond in ieder geval mijn twee primes er ook bij stoppen. Want met die 2-8 ga ik het niet redden. En zo maar even eten of zoiets die kant. Dat is wel handig, denk ik. Hadden we heet water, Hans? Heet water? Potdoendeltijd! Wat belangrijk om ook gewoon goed te blijven eten. Vaak vergeet je dat wel, denk ik. Dus we gaan heel gezond. Aan de Yum Yum poedmodels. We hebben nog een pasta salade. Laat mijn vrouw het niet horen, want normaal gesproken hou ik niet van koude pasta. Maar we wisten niet of de magatron het zou doen. En eet water en koelkast kan je altijd wel ergens vinden. Dus doen we maar van dit. En even race kijken. Ik moet zo meteen mijn fotootje uitzoeken. Het was een klein beetje heet. Maar dan wil je toch stoer voor het shot mee toch eten. En Hans ziet ze grijnzen. Zou ik me eerst even een selectie aan het maken van de foto's. En gelukkig hoeft qua nabewerking hier nooit zoveel aan te gebeuren. Behalve in batchwerk eigenlijk. Soms moet je bij een dans de belichting iets aanpassen. Maar ik heb het in manueel geschoten, dus de belichting voor zover die belicht verandert. Tenminste, de belichting voor zover die niet verandert door het theaterverlichting, is alles gewoon constant hetzelfde. Dus dat maakt het wel zo makkelijk om zomaar te zeggen. En waar ik vooral probeer te letten bij deze uitzoek is ik vooral richt op ja, overzichtsfoto's, om het zo maar te zeggen. Want de detailfoto's die maak ik straks vanuit de hoek van de zaal vandaan met de telelens. Dus zo'n beetje ja, in groepjes verdeeld, zeg maar. Dus of op totaalfoto's richten of op portretfoto's liggen of close-ups, dan hou je een beetje overzicht erin. En dan ga je niet krijgen dat je aan het einde denkt van, oh, maar van die dans heb ik uiteindelijk alleen maar goede overzichtsfoto's, alleen maar close-ups en dan niet de andere erbij.
Maar het is nu 3000 foto's en we hebben nog 2 uurtjes. Dat moet makkelijk lukken. Ik gok dat ik even doorga dat ik het er met een uurtje doorheen heb, de selectie. Zo, ik heb net de foto's uitgezocht. We zijn ruim op tijd, nog 3 kwartier voordat de voorstelling begint. Ik heb ondertussen daar achterin even mijn laptop verstopt. Wat ik namelijk doe op het moment dat ik mijn foto's importeer, dan plaats ik mijn hoofdsessiemap altijd in een hotfolder die ook gecombineerd staat met Dropbox. En gelukkig hebben we hier een best redelijke wifi. Dus nu, terwijl de voorstelling bezig is en mijn laptop daar lekker veilig ligt, zijn de foto's ook al bezig met uploaden naar online. Dus naar mijn Dropbox folder, dat ik altijd ook nog een offline backup heb van de foto's. Dus mocht er vanavond wat gebeuren met een van de kaartjes of wat dan ook, dan heb ik in ieder geval ook nog gewoon een online backup. Dat vind ik altijd wel een veilig gevoel. Tijdens deze voorstellingen fotografeer ik behoorlijk wat foto's. Je hebt misschien net al gehoord met het inladen, 3000 foto's. Het is eigenlijk mijn hele simpele rekensom. Per leerling wil ik eigenlijk 5 tot 10 en misschien 15 verkoopbare foto's hebben, om het zo maar te zeggen, of in ieder geval overhouden. Nou, dat betekent als je een voorstelling gefotografeerd hebt, een school met 300 leerlingen, nou, doe dat keer factor 10, zit je dus op 3000. Doe je 3 voorstellingen, dan zit je uiteindelijk bij elkaar op 9000 foto's. En die probeer je dan terug te brengen naar een stuk of 3.500 foto's. Dat er gewoon echt van alle leerlingen echt wel wat tussen zit. En ja, dat zijn een hoop foto's. We zijn nog maar 2 originele mannen over, hè? Ja, ik zat te kijken. Het groepje is aardig inge... Ik en Patrick. Is Patrick hier links vooraan, hier zo ergens? En hier staat helemaal rechts vooraan. Maar gaaf, hè? Hij was toen zo gaaf. Dat was echt gewoon... Dit is wel mijn hele gang. Het is hele gang. Het podium is weer leeg, dus tijd om de laatste foto's in te laden. En dan weer het hele rieltje en dan morgen nog een keer. Ik hoop dat je een leuke en informatieve video vond. Als het is, geef een duimpje omhoog hier beneden. Heb je nog vragen, wil je tips, adviezen, laat ook hier onderin weten. En als je er toch op bent, druk gelijk op abonneren. Heb je geen zin om naar beneden te scrollen, je weet het, dan kun je ook hier drukken. Of hier waarschijnlijk voor video's die ik eerder gemaakt heb. En dus ik hoop dat ik graag snel terug bij een volgende video. Hoi hoi.